Wat gaat er om in het hoofd van een echte crimineel? Wat denkt hij als hij een bank overvalt? Onschuldige slachtoffers afperst? Of een moord pleegt? En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Waarom kies je voor zo'n bestaan? En wat levert de misdaadje nou uiteindelijk op? Het zijn vragen die mij al lang fascineren. En nu heb ik de kans de antwoorden te krijgen. 6 zware criminelen keken met mij voor het eerst terug op hun leven. Zij durfden het aan plaats te nemen in de verhoorkamer van Echte Penose. Ik ben Hugo Buurs, 51 jaar. Oké, dan is mijn bijnaam. Ik heb in mijn leven een hele hoop dingen gedaan, zoals overvallen. Een moord heb ik gepleegd, et cetera. Ik heb harddrugsdealers geript. En ik heb 20 jaar vastgezeten. Ik ben een penose, zeker weten. Want ik heb alles gedaan wat een penose jongen moest doen. Klaar. Wat is de reden dat je je verhaal wil vertellen? Voor mijn kinderen. Die moeten een keer weten wat er allemaal met papa gebeurd is. Ja, ze hebben een hele hoop jaren niet meegemaakt. Want wat voor leven heb jij gehad? Prachtig leven. Ja, en sommige dingen die zijn heel funest eigenlijk. Hugo Broers, een echte bekende in het Amsterdamse criminele circuit, verdient in zijn leven miljoenen. Met harshandel, ripdeals en intimiderende incasso's. Waarbij grof geweld niet wordt geschuwd. Iemand die mij wil doden, dood ik ervoor. In 1987 wordt hij tot 8 jaar veroordeeld voor doodslag. Als iemand met een blaffer komt, dan kan je 1 ding doen. Hij moet dan. Hugo is in de baaiers de bodyguard van Willem Holleder. En is bevriend met de later geliquideerde criminele Klaas Bruinsma en eindelijk ontvoerder Cor van Hout. Hugo Broers. Als je hem iets aandoet, vergeet hij dat niet. Maar pijn slijt niet. Slijt nooit. Hier zijn we bij het huis van mijn vader en mijn moeder. Dat heb ik toen allemaal geflikt, dat wil jij niet weten. Hugo Broers groeit op in de Warmoestraat. Tussen 4 broers en een zusje. Uit wat voor gezin kom je? Een hele leuke familie. Alleen een harde familie. Hard? Tja. Mijn vader gaf geen cadeautjes. Ik moest altijd werken. Dit, dat, zo, zo. Dan had ik geen speelgoed. Toen zat een zaakje op de Lange Niesel. Verkochten ze speelgoed. Toen ben ik over de daken heen gegaan. Toen haalde ik het s'avonds om te lenen eigenlijk naar mijn huis toe. En dan kon ik mijn vriendjes uitnodigen. Ja, ik kan het wel bij mij thuis komen kijken, maar als je mijn vader en moeder niet zijn, dan kun je de kast in. Nou, dan kom ik daar op die daken en dan ging ik op de derde etage ging ik dat meenemen. Appie Kim. En dat vond ik perfect natuurlijk. Ik had mijn speelgoed tenminste. Zou je dan kunnen zeggen dat het hier een beetje begonnen is, jouw criminele carrière? Nee, het was geen criminele carrière, grap. Ik had speelgoed nodig en dat wou ik lenen. Op lenen, dat is belangrijk. Daar houden we het op, toch? Het lijkt me wel spannend als je zo oud bent en je gaat eigenlijk een eerste inbraak plegen. Nee, dat niet echt. Tot mijn vader me een keer betrapt had met al die speelgoed natuurlijk. Ga slapen, Hugo. Ik kap me nou met dat gelees. En wat is... Hoe kom je er godverdomme daar? Heb je dat soms gehad allemaal, hè? Vuile linkmichel die je er bent? Ik, op een gegeven moment voel je geen pijn meer. Als je vader je zo vaak slaat en alles wat hij eigenlijk met slaan hebt willen bewerkstelligen, dat is juist, ik ging juist de andere kant op. Maar om wat voor redenen sloeg hij je allemaal?
Hij sloeg me om alles. Dus ik kies een stuk paardenvlees uit je vulgen toen het had je paardenslagertjes. En dat wou ik niet eten. Een paard is een edel dier. Nou ja, dan kijk ik het al. Pikte je het altijd van je vader? Op een gegeven moment niet. Toen was ik 12, 13 jaar, toen heb ik een heel groot mes in de keuken gepakt. En toen zei ik van, nou kap je ermee, want anders is het bloed niet te overzien. Nou, toen heb je ermee gekapt. Wat was je van plan met dat mes? Weet ik niet. Dat weet je nooit. Ik wou het niet meer. Ik wou er niet meer geslagen worden. Punt. Als je van je vijfde tot je dertiende de pleurs geslagen wordt, heb je geen tik meer. Maar hij was ook lief op een bepaalde dag. En mijn moeder die wou het altijd sussen, want mijn moeder is de liefste van de hele wereld. Dat was een Italiaanse moeder, Jodin. En dat is een pracht van een vrouw. Maar ja, die kon niet in bedwang houden. Hugo groeit op in de jaren 60. Voor jongetjes zoals hij, die op de Wallen wonen, is het dan heel normaal om je door de hoeren naar de winkel te laten sturen. Wat voor dingen kocht je dan? Veel condooms. Ja. En wat te eten natuurlijk. Maar ze moeten wel een andere smaak in de mond hebben op een gegeven moment. Het is wat. Maar hoe oud was je toen? Ja, 13, 12, 13. Op je 13e deed je boodschappen voor hoeren? Oh, denk ik al toen ik 9 jaar was ook. Want als mijn vader me sloeg, ging ik de deur uit. Klaar. Hoe is dat dan als je als 9-jarig jochie in al die peeskamertjes en zo komt? Dan krijg je een lucht die je nooit meer hebben wil. Nou, er zat ook wel tegenaan gekleed. Nou, echt niet. Nou, en had je geen airco en dit en dat en dat. Ja. Wat voor lucht? Ja, pleurslucht. Ja. Ja, als een doos 80 keer of 90 keer gebruikt wordt op een dag, dan komt er geen lekkere lucht meer uit, grap. Nou. De vader van Hugo is handelaar op het Waterloopplein. Zijn moeder werkt in een pension, maar voor de kinderen is er nooit geld. Hugo draagt oude versleten kleren en wordt daarom gepest. Ook omdat hij scheel kijkt. Ja, ik was scheel. Ja. Ja, daar moest je een hele hoop voor knokken ook. Dus op school had ik ook dat knokken, maar ja, daar voel je ook niks meer. Als je die klappen van je vader hebt gehad, dan voel je niks meer op school natuurlijk. Ja. Wat zeiden ze dan tegen je? Schelen. Kutschoenen heb je aan en dat soort dingen meer. Ja. Nou, dan kregen ze een pomp voor hun kanus. Minimaal. Hoe deed je dat? Nou, als ze te groot waren, wachtte ik dat ze, ah, je hebt gelijk, draaiden ze zich om. En dan gaf je toch een ketsen. En een gewone jongens, ja, die pakte je gewoon aan. Klaar. Toen liet ik ze scheel kijken. In plaats dat ik scheel was. Tot bloedens toe? Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee. Spat je hier en daar, maar dat maakt niet uit. Op een gegeven moment word je harder natuurlijk. Hugo wordt in zijn jonge jaren al een echte crimineel. Voor diefstallen, inbraakjes en andere delicten komt hij zeer regelmatig op het politiebureau terecht. Hoe vaak heb je, denk je, in je puberjaren ongeveer vastgezeten? Ah, dat weet ik allemaal niet, jongen. Dan had ik een heel groot boek moeten bijhouden. Wat vonden je ouders ervan dat je... Die vonden het heel vervelend. Nou ja, Appie Kim. Ja. Moet je me niet wegsturen met klappen. Denk je dat als je vader jou niet zo geslagen had, dat je dan geen criminele dingen was gaan doen? Ja, ik denk op een gegeven moment, nou, als je een beetje karakter hebt wel, als je vader gaat slaan de hele tijd voor alles of niks, dan word je een beetje moe. Dan ga je de andere kant op zoek. Ik wel. Op school ging niet goed, op dat ging niet goed. Nee, dat kwam door dat geram elke keer. En dan ga je een andere kant op. Maar ja, niet een andere kant, je wil het niet. Je wil het een evenwichtig iets zien te vinden. Maar ja, als je geen scholing hebt en al dat soort dingen, dan werkt dat natuurlijk niet. Rond zijn 12e ontdekt Hugo waar hij veel geld mee kan verdienen. De hashhandel. Vooral voor toeristen is het in de jaren haast niet aan te slepen. Wat verdien je ermee? 2.000-3.000 per dag. 2.000-3.000 per dag? Ja. Dat is niet te geloven. Maar toen die coffeeshops er niet waren, verdiende je dus veel meer. Dus al die buitenlanders die kwamen naar de Dam of het Vondelpark.
Ja, ik ben heel vaak miljonair geweest. Maar ja, ik heb daar allemaal heel vaak hulp gemaakt. Het is wat. Ja. Wat deed je met dat geld toen? Feesten. Feesten, 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 feesten. Ja. Hoe ging dat precies, dat harsverkoop? Ik had een stone kop. Dus dan komen ze vanzelf wel als ze helemaal van de trein afkomen en zitten te wiebelen om wat te roken. Ja. Voelde je in die tijd een crimineel? Nee, echt niet. Ik ben gewoon een van de liefste mensen van de Wijmoestraat. Maar je deed toch eigenlijk dingen die niet mochten? Nee, volgens de wet niet. Andere mensen, als je in hash handelen, zouden dat crimineel noemen. Hoe noemde je dat zelf nee, dan? Ik ben gewoon een businessman. Ik noemde dat een businessman toen het uit, ja. Businessman? Ja. Ja, een nette man. Die netjes zijn business doet. Klaar. Het gaat Hugo in de softdrugshandel niet altijd gemakkelijk af. Als hij 17 is, krijgt hij een hoogoplopend conflict met 3 toeristen aan wie hij hash heeft verkocht. Ze voelen zich belazerd en komen verhaal halen als ze merken dat de hash van Hugo van hele slechte kwaliteit is. Ja, dat is een vervelende zaak eigenlijk. Die mensen die wouden niet goed genoeg betalen, die kregen een commerciële hash van me. Dus heb ik ze gegeven, toen zijn ze weggegaan. Komen ze een dag later terug, die hash is niet goed. Toen had ik toevallig iets wat een speelgoedpistool had ik in mijn dingen zitten. Een speelgoedpistool? Ja, whatever. Een speelgoedpistool, zo moeten we het nou zeker zeggen. En toen ging ik naar beneden, toen zeg ik, wat moet je hier? Hij zei, ja, we komen het terugbrengen. Ik zei, nou, laatst, nou, wat je gekocht, heb je gekocht. En halleluja, je vond het goed, doei, doei. En toen ben ik weer naar buiten, heb ik hem dicht. Toen wil ik natuurlijk mijn klappertje een beetje openzakken, want je voelt je wel een klein beetje blitz ook in die tijd natuurlijk. Je klappertje open? Nee, je jasje gaat open natuurlijk. En toen daar zagen ze dat en toen zijn ze weggegaan natuurlijk. Maar je liep op je 17e met een pistool in je broek? Met een speelgoedpistool, vriend. Voor het incident met de toeristen wordt Hugo gepakt. Een half jaar zit hij vast in de penitentiaire inrichting in Vught. Daar heeft hij geen beste tijd. Mijn vader die werd ziek. Toen mocht ik bij die directeur komen. Toen had hij een bericht gekregen van het ziekenhuis. Het was niet belangrijk dat mijn vader, die was niet zo ziek, die kon het nog makkelijk uithouden. Maar ik had mijn moeder elke dag aan de lijn, dus dat hoorde ik natuurlijk dat mijn vader doodziek was. Ik wou geboeid ook naar mijn vader toe. Ik wou hem even een kus op zijn voorhoofd geven. Klaar, punt. Ik heb tegen die directeur toch gezegd, ik zeg maar Lars, als mijn vader wat gebeurt, dan kun je beter vluchten. Dan kom ik je zoeken. Klaar. En is je vader directeur, ja, 3 dagen later kreeg ik het horen. En toen heb ik hem gezocht. Met een paar hele grote messen. Dat vind ik fijn om hem gewoon lekker, gewoon zijn benen en zijn armen gewoon lekker wat mee te doen. Toen ging ik naar die directeurskamer toe. Nou, die hebben ze gewoon open gegooid voor me. En dat was je niet. Wat had je gedaan als die er wel geweest was, dingetje? Had hij moeilijker kunnen lopen. Ja, had hij geen directeur meer geweest. Nee. Heb je hem daarna nog ooit gezien? Nee. Wat als je hem nu nog zou tegenkomen ooit? Ik ben legaal bezig tegenwoordig, dus daar wil ik het niet over hebben. Oké dan? Ja. Maar pijn slijt niet. Slijt nooit. Hugo komt weer vrij en aarzelt geen moment om zijn criminele praktijken gewoon weer op te pakken. Je ging overvallen plegen. Ja. Ja, ik heb in 40 seconden wel eens een bankje gepakt of wat dan ook. Hoe ging dat in zijn werk, zo'n overval? Je gaat kijken. Je gaat kijken bij een bankje dan natuurlijk waar het meeste geld ligt. En je kijkt als er weinig mensen binnen waren of wat dan ook. Je bent op de grond! Zit daar! Dingetje op. Ging je naar binnen toe, geef ze een gooitje. Die manager dan, die bij die knop altijd in de buurt zit. Waar is het geld? Echt niet voor. Doe je, weet ik niet. Gewoon met een medewerker. En dan knakt hij de laai uit met de groentjes. Hey! Zet hem
blijven. Ik merk aan Hugo dat hij niet graag praat over de tijd dat hij overvallen pleegde. Hij is er blijkbaar niet erg trots op. Nou, ik vind het heel vervelend omdat ik het 1-2 keer gedaan heb. Ja. En toen zag ik die mensen die op de grond lagen eigenlijk, in een bulk skaten. Ja, die verschrikte huilen, dat vind je verschrikkelijk. Vind ik verschrikkelijk. Punt. Het is mijn stijl niet. Ik vond het vervelend. Maar ik had het geld nodig. Wat gaf je dat dan toen voor gevoel? Toen ben ik ermee gekapt. Ja, maar toen je in zo'n bank stond. Ja, je kan het niet meer teruggeven. Je hebt het geld al gepakt. Je gaat weg. Voep. Dat vind ik nog steeds vervelend als ik erover praat. Jawel. Je wil niet weten wat ik met mensen kan doen die mij pijn doen. Maar mensen die mij geen pijn doen, die kan ik niks doen. Klaar. En toen ben ik er ook vanaf gestapt. Straks. Hugo legt zich toe op het rippen van drugsdealers en pleegt een moord. Hij wou mij doden. Ik doodde hem. Punt. In de gevangenis wordt hij de bodyguard van Willem Holleder en houdt hij er een bizarre hobby op na. Kinderverkrachters in elkaar stonden. Kinderverkrachters in elkaar stonden, hoor. Vond ik leuk. Met je poten ga je het kunnen wij zetten, hè? De Amsterdamse Hugo Broers groeit op de Wallen en kiest al vanaf zijn jongste jaren voor het criminele leven. Hij weet zich op te werken tot succesvol hashhandelaar, pleegt overvallen en zit regelmatig vast. Behalve in de softdrugs handelt hij vanaf zijn 20ste ook in het grotere werk, harddrugs. Ook raakt hij zelf verslaafd. Cocaïne en heroïne. Ik heb altijd gerookt. En wat deed het met je? Nou, van het ene word je heel fit en van het andere word je doodmoe. Hugo groeit uit tot een echte penose. Hij zegt nauw contact te hebben met de later geliquideerde hashkoning Klaas Bruinsma. En hij zegt miljoenen te verdienen met het afhandig maken van grote partijen drugs. Door het rippen van drugsdealers. Dus je overvalt eigenlijk een hard drugsdealer? Nee, overvallen vind ik een naar woord weer. Gewoon, je pakt er gewoon netjes af. Netjes af? Ja. Hoe pak je iets netjes af? Ah, daar heb ik zoveel manieren voor. Dat is geen punt. In de kringen van drugsdealers is grof geweld heel normaal. Als het nodig is, zegt Hugo, is het voor hem geen enkel probleem om iemand om het leven te brengen. Ah, daar is het kleerdingetje gebeurd toen de tijd. Ah, Appie Kim. Ja, dat is zijn fout. Anders had het niet gebeurd geweest. Dus halleluja. Op je 27ste krijg je op een gegeven moment ruzie met een drugsdealer. Ja. Nou, ik was gewoon een illegaal gokhuisje ook daar toen. En hij verkocht ook drugs. En toen kreeg ik ruzie met iemand die bij me was. Ik kan er niks meer aan doen. Die prijs hadden wij niet afgesproken. Ging hem afmaken. En toen zei ik ook tegen hem op een gegeven moment, nou, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. En toch deed hij het. Een blaffer pakken. Dat werkt niet bij mij, want dan had hij hem neergeschoten, had hij mij ook neergeschoten. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik heb gewoon neergeschoten. Pik, pik. What the fuck. Ja. Maar het was voor een gabbertje die de ruzie had met hem. Ja. Maar het gabbertje was een vriendje van mijn buur, dus ik moest hem helpen. Klaar. Maar je praat er heel makkelijk over. Ja, het is ook een tijd geleden ook en het maakt mij niet uit. Hij wou mij wat doen, dus hij gaat erin. Als iemand met een blaffer komt, dan kan je één ding doen. Hij moet erin, anders ga jij erin. Punt. Heb je hem vermoord? Minimaal. Ja, ja.
het is nou helemaal zo. Pech uit. Ja. Mensen die mij wat doen, die ga ik wat tegenoverstellen natuurlijk. Punt. Punt. Wie dan ook zo groot en zo sterk als ze deze wereld zijn. Dat is nou helemaal zo. Ik blijf leven. Ik ben er nog steeds. Ik heb geen vijanden meer, die zijn allemaal weg. Happy Kip. Welk moment had je door dat je hem vermoord had? Nee, dat weet je toch van huis uit al. Punt. Hoe weet je dat dan? Kijk, ik ken het lichaam van een mens. Het lichaam van een mens. En iemand die mij wil doden, dood ik ervoor. En als het niet kan, het pech had. Klaar. Maar ik heb niet zoveel vijanden. Hij is dom dat hij mij als vijand heeft gemaakt. Punt. In die 2 seconden begrijp je dat allemaal. Ja. Ik heb er geen nachten onrustig door geslapen. Nee, echt niet. Hoe kun je rustig slapen als je zoiets net gedaan hebt? Nou, aan de ene kant niet, omdat de smeers achter mij zat natuurlijk op een gegeven moment. Maar op de tweede kant, hij wou mij doden. Ik doodde hem. Die gozer heeft zijn fout gemaakt. Appie Kim. Klaar. En voor de eerste... wat even... Ik heb altijd een pikketje bij me. Wat dan ook. Tegenwoordig hele kleine maten, maar ja goed. Mag nou eenmaal. Mag ik eens kijken dan? Nee. Heb je hem nu ook bij je? Whatever. Ja toch? Klaar. Ik moet jullie toch verdedigen. Maar doet het jou helemaal niks dat je hier staat? Nee, helemaal niks. Het heeft mij gewoon een paar jaartjes hebben gegeven. Nee, halleluja. Ik leef. Ik ben nu nog, want ik heb geen vijanden. Punt. Ik weet niet wie er allemaal de boot in gegaan zijn in mijn leven. Laten we zeggen, ik weet niet of het de eerste was, of de tiende was, of de twintigste was. Daar kunnen we allemaal niks over vertellen. Hoeveel mensen heb je dan vermoord? Weet ik niet. Nee, ik zeg niet vermoord. Ik zeg, ik weet het niet. Mensen die gaan, als mensen jou willen neersteken, je steekt ze neer, dan gaan ze weg. Je weet niet wat er met ze gebeurt. Punt. Want ze lopen dan stompelend weg of wat dan ook. En hun eigen schuld, halleluja. Maar van hoeveel mensen weet je dan dat je ze vermoord hebt? Nee. Ik hou het op de wettelijke termijn van 1 keer. Ik zit er niet bij de rechter, grap. Oké dan. Ja. Nou. Nee, het zit wel goed. Na de moord vlucht Hugo naar Friesland. Daar verblijft zijn moeder in een vakantiehuis. Met een dochter uit een van zijn relaties. Waarom ben je naar je moeder gegaan? Nou, in Friesland zoeken ze je niet zo gauw. Ja. Ze zijn er wel een paar keer in de deur geweest, maar... ik zat goed verstopt. Wat heb je tegen je moeder gezegd toen je aankwam? Ja, ik heb tegen mijn moeder gezegd. Nou, ik kom lekker een weekje logeren bij je. Logeren? Ja. Maar toen kwam er licht en je kon je zien vanuit Afstanddijk. Kom je licht op het kleine dorpje. En elk lichtje ging ik even schuilen. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment ook, waarom ben je aan het schuilen? Nou, er is wat gebeurd in de stad, dus de politie zoekt me. Hugo heeft in het huis de perfecte schuilplaats gevonden. Als de politie langskomt, weet hij zich achter een dubbele wand op de zolder te verstoppen. 7, 8, 9, 10. Zo, is Hugo hier toevallig? Nee, dat is niet. Dus elke keer als ze langskwamen, zeiden ze 5, 6 keer van... waar is uw zoon? Moeder zei altijd nee. Nee, hij is er niet. Ze houdt toch van je, tuurlijk. En wat gebeurt er nou? Nou, komen ze een keer langs. Maar toen was mijn moeder bezig met de borden neerzetten. Had het. Ze hebben ook een derde bord neergezet. Dat is vreemd. Ze hebben 3 borden en u bent met 2 personen. Toen zeiden ze, als je niet komt, dan breken we het hele pand af. Nou, toen moest ik wel naar beneden komen. Dan ging ik naar beneden.
Kom maar, Hugo. Het is voorbij, jongen. Hoe voelde jij je dan tegenover je moeder als je in haar huis zit ondergedoken omdat jij iemand vermoord hebt? Ja, ze houdt van me. Dat kun je niet anders vertellen. Ze houdt van je. En ik hou ook van mijn moeder. Denk je dat je moeder ermee zit dat er zo niet vermoord heeft? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Hoe weet je dat? Ze vond het alleen erg dat ik zoveel jaar wegging. Dat vond ze erg. Voor de eerst niet. Vind je het wel terecht dat je er straf voor gekregen hebt? Ja, natuurlijk. Ik zei ook namelijk, toen die rechtbank zei 7 jaar, zei ik oké dan. En dat stond ook mooi in de krant ook, oké dan. Ja, daar vond ik het perfect. En ik ging niet in hoger beroep, niks. Ik had mijn straf even verdiend, punt. 1987. Voor doodslag krijgt Hugo 8 jaar. Maar de baaier schrikt hem niet af. Hij wil er weinig over kwijt, maar men zegt dat hij binnen goed geld verdient als bodyguard van Willem Holleder. Wat deed je voor Willem Holleder in de baaiers? Je let een beetje op elkaar natuurlijk. Je moet wel je vrienden verzamelen. Nou, ik ben Amsterdamse jongen, hij is Amsterdamse jongen, dus we mogen elkaar, punt. Maar Hugo had in de baaiers ook andere ongewone bezigheden. Kinderverkrachten ze in elkaar stompen. Kinderverkrachten ze in elkaar stompen? Vond ik leuk. Ik had toch niks te doen. Goedemorgen, broers. Inspectie. Goedemorgen, Bruins. Ik krijg altijd seintjes. Welke baas je ook zit, krijg je seintjes van de bewaking of wat dan ook. En dan zit er weer eentje. Nou, en ik was altijd heel vroeg. Dus als de deur openging, brup. Dan gaat hij naar de volgende zorg. Nou, dus ik ging sneaky achter hem aan. En dan gaf ik zo'n gozer met een kussen gewoon een verstompen Spaans. En die ging dan weg. Klaar, ik wou ze niet om me heen hebben. Dat vond ik ook echt wel leuk. Ik vind het de eerste mensen die er zijn. Punt. Ging het wel eens verder dan slaan? Als een vervelend waaien, heb ik eentje in brand gestoken ook. In brand gestoken? Dat is het mooiste wat het is, met een klote trainingspakje aan. Een ontvlambaar trainingspak aantrekken. Dat is vragen om moeilijkheden als je als pedofiel gevangen zit. Althans, als Hugo in de buurt is. Want Hugo deinst nergens voor terug. Ik kan nooit meer als postbode in Haarlem kinderen aanbieden van snoepgoed. Dat in ieder geval nooit meer in zijn leven, want dat ziet er niet uit. En daar geniet ik van. Dan kan jij zeggen, van jou niet, maar ik wel. Ik geniet ervan. Wat zegt dat dan over jou, dat jij ervan geniet? Omdat ik een heel apart mens ben die van kinderen houdt, van moeders houdt en van oude mensen houdt en van invalide mensen houdt. Klaar. Was er ook een verhaal dat jij als Sinterklaas verkleed was? Dat is het mooiste wat er is. Hugo laat het in de baaiers niet bij pedofielen alleen. Vlak voor het Sinterklaasfeest wil hij wraak nemen op medegedetineerde Jozef Lam. Hij zit vast voor de brand in 1983 op seksclub Casa Rosso op de Wallen. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. Hugo was bevriend met de eigenaar van de club en wil Jozef Lam een lesje leren. Ja, toen kwam hij binnen en toen heb ik hem de kleer geslagen met die eerst een paar pompen en toen die lans.
Wel een gewelddadige jongen was jij in die gevangenis. Nou, als je met boefies allemaal omgaat, dan moet je wel een beetje fanatiek zijn. Want anders zet je het niet natuurlijk. Maar is ze bang voor je? Nee, ik ben de liefste man van de wereld. Het is wat. Ja, toch? Hugo gaat maar door met agressieve aanvallen. Hij is zwaar gewelddadig. Gevangenisdirecties weten zich geen raad met hem. En daarom wordt hij apart gezet. In een eigen cellencomplex. Dus je had een hele gang voor je alleen? Ik had 40 cellen voor mezelf. Omdat als je bij anderen zat, je te gewelddadig werd? Nee, ik werd gewoon moe vaak van mensen. Hoe was het dan om opeens alleen te zitten? Ja, dat is heel vervelend eigenlijk. Maar aan de ene kant is het toch wel weer heel mooi. Want ik kon lekker rustig... Ik keek naar het plafond. En deed ik mijn ogen dicht. En dan zag ik al die vrouwen met die mooie konten en die mooie borsten zag ik tevoorschijn komen. En dan had ik een genot. Na vele straffen voor drugsgerelateerde delicten gooit Hugo het over een andere boeg. Na de onderwereld werkt hij nu ook in de bovenwereld en start hij in 1992 zijn bewakingsbedrijf Trust. Officieel Trust Supervisors en Bodyguards. Tegen een fikse betaling levert Hugo bescherming aan winkels en horeca op en rond de Amsterdamse Nieuwe Dijk. Ja, het is supervising is dus het ene stuk, het grootste stuk eigenlijk van mijn bedrijf, dat is toezicht houden, hè? Hier was het boven, knak. Wat was hier boven? Dat was mijn kantoor toentertijd. In een met beveiligingscamera's uitgerust kantoor ontpopt Hugo zich als de godfather van de buurt. Lastpakken stuurt hij weg, wanbetalers spoort hij op en wapens worden afgeleverd op het politiebureau. Ik vond het mooi, want ik redde de mensen van de samenleving ermee. De 60% van de misdaadcijfer is naar de laagte gegaan. Met 60% omdat ik daar zat. Nou, dan hebben ze honderden agenten die met hun blaffertje zo popiopi lopen, die doen geen moer. Hugo wordt ook hoofdsponsor van Free Fight Gala's en is een felle bodyguard, waar je geen ruzie mee moet krijgen. Zijn werk wordt door justitie met argusogen gevolgd. Dat hij min of meer op de stoel van de politie gaat zitten, wordt hem niet bepaald in dank afgenomen. Ik ben overal van beschuldigd, van afpersing, van oplichterij en dit en dat is zo. Het is belachelijk. Het is gewoon belachelijk, want ik had een McDonald's, ik had alle grote zaken in de buurt ook. Het is gewoon belachelijk. Ze konden het niet hebben dat ik de eerste was met de camera's, scooters. En ik ben overal van vrijgesproken. Ik ben overal van vrijgesproken ook. Maar toen ben ik een vrouw heb ik ontmoet op 30 april. En weet je wat? Ik denk, fuck you all. Ik ben toen naar Amerika. Straks. Hugo verhuist naar Amerika. En belandt daar tussen gevaarlijke groeperingen in de cel. Je zit er net als een dier. Als je naar Artes gaat, zie je hetzelfde bij de tijgers. Nu maakt Hugo de balans op. Het is jammer om die 20 jaar verschut te zitten, want ik heb toch mijn fouten gegaan. Als ik mijn fouten gedaan heb, ja, dan had ik geen 20 jaar over zitten. Hugo Broers werkt zich van speelgoeddief op tot hashhandelaar, ripper van drugsdealers en bodyguard. Voor doodslag en andere delicten zit hij bij elkaar 20 jaar in de gevangenis, waar hij zijn tijd verdrijft met het in elkaar slaan van kinderverkrachters. Hij wordt ook beschuldigd van afpersing en oplichting als hij in Amsterdam zijn omstreden beveiligingsbedrijf Trust runt. Hugo besluit daarom te vluchten naar Amerika met een schatrijke vrouw. Hoe was je tijd in Amerika? Tijd in Amerika die is apart. Feesten, feesten, feesten. Toen ben ik naar Las Vegas gegaan, Bahamas gegaan, Miami gegaan. Zo vaak en daar kreeg ik ook af en toe ruzie. Die ruzies lopen ook in Amerika flink uit de hand. Zo erg zelfs dat hij uiteindelijk in een gevangenis in Houston belandt. En daar gaat het er anders aan toe dan in Nederland. Hoe lang moest je de bak in? Een maand of... zes, zeven. Hoe was het in een Amerikaanse gevangenis? Nou, niet zo lekker als hier. Echt niet. Nee.
Nee, ik kwam daar binnen. Dan moet je eerst je pak aan natuurlijk. Moet je alles afdoen. Eerst kwam je general population. Dat is alle soorten mensen bij elkaar. En dan word je op een verdieping gegooid. Die zijn 30, 40 hoog zijn ze daar. Ja. En met allemaal kooien dan toestanden meer. Kooien? Ja, allemaal kooien. Dus je ziet er net als een dier. Als je naar Artes gaat, zie je hetzelfde bij de tijgers. En weet je wat het is? Je hoort de hele tijd het geluid. Scherp maken van kleine dingetjes. Klaar. Dat is het enige wat je s'nachts hoort. Maar op een gegeven moment kun je er wel in slaap vallen. Ja. Hugo moet zich staande houden tussen gewelddadige groeperingen als de Bloods en de Crips en de Aryan Brotherhood, die hem als blanke in hun kooi willen hebben. En toen zeiden die Aryan's Brotherhood, here's the place for you. Ik zei, ik hou van elke kleur in deze wereld. I don't gonna stick with you. En toen had ik die Bloods en die Crips, die had ik wel achter me. Die vonden het leuk dat ik niet bij hun in die kooi wou. Ik ben geen achterlijke racist. Klaar, ik hou van elk mens in de wereld. En voor de eerste moeten knokken, elke week 2-3 keer. Ben je wel eens bang geweest daar? Nee, ik ben nooit bang geweest. Ik ben niet bang voor de dood. Nee. Nee. Berooid keert Hugo terug naar Nederland. Hij is 45 en voelt zich slecht. Het leven in de Amerikaanse bak heeft hem gesloopt. En de vrouw met wie hij daar leefde, is op tragische wijze overleden. Voor Hugo is zij de derde vrouw die hij zo is verloren. Nee, dat is kloot. Ja. Daar zit ik. Daar heb ik mijn psychiater voor. Wat is er met haar gebeurd? Ze was in het zwembad gevonden. Ze slikte allemaal drugs, net zoals Michael Jackson ook. Ik kreeg allemaal van drugs van de dokters. En op een gegeven moment is dat te veel. Wat is er met de eerste gebeurd? De eerste heeft zich opgehangen in de Wijmoestraat. Dat is de allerliefste die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Maar dat gebeurde gewoon. Ze hebben de politie gebeld en die konden me niet wegkrijgen. Ik heb 3,5 uur. En dat is natuurlijk, dat is wel een beetje kloten. Maar goed, ik heb klote dingen in het leven natuurlijk. Punt. Ja. 3,5 uur heb ik mond op mond behandeling gegeven. En het werkte niet natuurlijk. Klaar. Punt. Het ongeluk blijft Hugo achtervolgen. Zijn tweede vrouw wordt op brute wijze vermoord. Haar lichaam is teruggevonden op een begraafplaats in Aardehout. En op de dader neemt Hugo wraak. Maar hij heeft ontzettend veel pakken slaag gehad. Hij zal van zijn leven niet bij me in de buurt komen. Nee, ik ken ook niet meer. 2013. Hugo heeft zijn bedrijf Trust nieuw leven ingeblazen. Hij is dagelijks te vinden in kleine kantoortjes, zoals op de Overtoom, van waaruit hij klussen doet. Met zijn eigen mensen en volgens zijn eigen regels. Ik kan goed met alle soorten mensen praten. En welke kleur dat dan ook is. En dan kan ik zakelijke geschillen in oplossen zonder agressiviteit. Dat heet toch gewoon een incassobureau? Nee, ik heb een apart incassobureau. Wij sturen 2 keer een brief. En dan kom ik gewoon met 2 vrouwen. Als ik geen antwoord krijg, dan kom ik met 2 vrouwen naar je villaatje of wat dan ook. Waarom met 2 vrouwen? Die kunnen voor mij een getuigenis altijd afleggen dat ik ze mensen niet afpers of wat dan ook. Als jij bij iemand aankomt die moet betalen, ja. Wat is de reden dat ze jou dan toch betalen? Ik heb een heel fijn gezicht. Klaar? Meer kan ik niet zeggen. Ik heb een heerlijk lief gezicht en ik ben algemeen bekend in heel Europa, waar dan ook. Van Amerika tot Moskou, dit zit allemaal wel goed. Hou je je nog bezig met criminele activiteiten? Nee. Ik leer wel heel veel mensen, die zijn vaak bij me ook, op waar dan ook. Russische mensen, Joegoslavische mensen, jongens uit de Bijlmer of wat dan ook. Die leer ik om intermediair te zijn, zonder agressiviteit dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Punt. Doe je nog wel eens een klap uit? Als mensen een vrouw lasten vallen, dan geef ik wel eens een ketsen. Punt. Hugo zegt zich te herkennen in zijn grote voorbeeld, The Godfather. Ja, als je een mooie gozer.
Dat is eigenlijk de vader van Al Pacino. Wat heb je weg van hem? Hij had meer geld dan mij op dit moment, maar dat komt wel goed. Nee, ik vind het gewoon een fijne gozer. Ik vind elke stadgedeelte, een stadgedeelte had altijd... Ja, een intermediair, een godvader. En ik ben een soort van godvader van een hele hoop jonge mensen. En ja, ik kan wel zeggen, maar ik probeer ze met raad en daad bij te staan, eten, te hebben. Whatever I got, kan ik geven. En ik probeer ze gewoon het intermediair, gewoon het zonder agressie, de dingen te regelen. En daar ben ik een topper in. Hoe kijk je nou terug op wat je allemaal gedaan hebt? Hoe kijk ik nou terug? Ik heb een heel mooi leven gehad, heel prachtig leven. Ik ben ook wel een beetje, sommige tijden, jaren, ben ik wel een beetje doezelig geweest. Want na de 3 overledenen van mijn vrouw eigenlijk, heb ik altijd een knik gehad, ben ik een paar jaar van de weg af geweest, punt. Je hebt ook wel een hoop mensen een hoop ellende aangedaan. Nee, ik heb niemand ellende gedaan. Nou, je hebt zelfs iemand vermoord. Ja, halleluja, maar dat is eigen schuld. Wat zijn dingen waar je spijt van hebt? Ik heb, de moeders overleden zijn van mijn kinderen, punt. Hugo heeft veel kinderen, van de overleden moeders 5. Uit angst voor negatieve reacties willen zij niet herkenbaar in beeld. Ik heb in Budapest kinderen, ik heb in Marokko kinderen, ik heb... In Amstelveen, ik heb overal kinderen, dus dat zit wel goed. Nu wilde je je verhaal vertellen voor die kinderen. Ja. Wat vinden ze ervan dat hun vader ook zulke gewelddadige dingen... Nee, ik ben niet gewelddadig. Als mensen gewelddadig beginnen, ben ik meestal die het waar het mee afloopt. Ja, maar dus ook gewelddadig. Nee, het zijn gewelddadige dingen. Ik zat achter kinderverkrachters aan. Dit, dat, zo. Eentje die ripte, die zijn pistool wil pakken of wat dan ook. Dat vind ik niet gewelddadig. Ik vind het heel gewoon. Gewoon? Ja, maar weet je wat is? Je bent op de universiteit opgegroeid. Ik ben in de Warmoestraat opgegroeid. Of in welke buurt dan ook. Dus je ziet heel anders. Vinden je kinderen dat dan ook gewoon, denk je? Mijn kinderen zijn knettergek met mij. Allemaal. En ze weten van mij misstapjes af. Nou goed, ik ben de laatste 10, 20 jaar probeer ik netjes te leven. Maar ik ben een man... Ik heb een goede God boven me en ik kom er altijd uit. Zou je het mensen aanraden om een crimineel leven te gaan leiden? Nee, dat niet. Weet je, het is jammer om die 20 jaar verschut te zitten, want ik heb toch mijn fouten gegaan. Als ik mijn fouten gedaan heb, ja, daar had ik geen 20 jaar over zitten. En mijn drugsgebruik, dat is heel dom. Dat is heel dom van me geweest. Als er nou mensen zitten te kijken... Ja. Dan vinden ze mij een verschrikkelijk lief mens. En dat zou ik heel fijn vinden. Want ik ben lief. Volgende week in Echte Penose. De 67-jarige Jan van Hensberg. Op dit moment staat er een prijs op mijn hoofd. Hij verdiende ooit miljoenen met overvallen, prostitutie en de handel in ecstasypillen. Half Brabant zat in die rotzooi. Maar Jan vreest nog iedere dag voor een aanslag op zijn leven. Hoe groot is de kans dat je binnenkort wordt doodgeschoten? Ik geef 50-50, als ze bij me kennen.